5, 6 centimeter. Bloemen, bemoedigende woorden. En we hopen natuurlijk vader en zoon de vet en niet alleen zij, maar ook de anderen nog lang op de circuit te mogen. Voor de halve literklasse in Brunsum bestond zo'n overweldigende belangstelling dat er tijdens de training 30 renners zich voor de grote race moesten kwalificeren. Het grote spektakel van de eigenlijke race werd verzorgd door Armin C., die prachtig sturend van de 9e plaats oprukte naar de leiding en vervolgens als eerste de finishvlag passeerde. Harry van der Pol reed ook een goede wedstrijd, maar hij kon niet verhinderen dat Rauwe voor hem beslag legde op de tweede plaats. Yeah.
De winnende machine van de 500 kubieke centimeter klasse, Armin C. Armin, je hebt een geweldige wedstrijd gereden. Je komt van een negende naar een eerste plaats. Ja? Betekent dat nou dat je onnodige risico's moet gaan nemen? Nee, ik neem nooit onnodige risico's. Ik ga zo ver als dat ik denk. En je moet een risico, dat moet je zelf incalculeren en schatten. En dan moet je zeggen, nou zo hard kan het. En dat probeer ik dan. Maar ik vond mijn eigen nog niet zo snel gaan vandaag. Ik moet de machine nog een beetje gewoon worden en ik rem nog een beetje vroeg. En dat moet er nog bij komen, maar ik wou safe rijden. Ik wou graag twee keer aankomen. Dat is nou naar de hand niet gelukt, maar ik heb toch nergens onnodige risico's genomen. We zagen jou buitenom vooral in die snelle bocht richting start en finish komen buiten die achterblijvers om. Dat betekent toch wel dat er extra hard aan gestuurd moet worden, dacht ik. Hè? Ja, dat is een beetje moeilijk als je daar buitenom moet komen, omdat je daar een hele hoge snelheid hebt. En dan buitenom, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Maar het was niet zo dat ik zelf zou zeggen van nou, dat ging een beetje te riskant. Ik vond het allemaal echt veilig gaan nog vandaag. Je bent dus niet beslist over je scheef gegaan, je bent dus niet boven je kunnen geweest? Nee, beslist niet. Geen één keer. Misschien de ronde nog, denk ik. Goed zo, dat is erg prettig te horen. Bedankt voor het interview, Jan. In de 350cc klasse regeerde Louis Weterings met zijn snelle Opstalan motor. Hij werd zeer fraai winnaar, hoewel er achter hem verschrikkelijk hard werd gereden door de Van Tilburg coureurs. Harry van der Kruis stuurde naar de tweede plaats en Mark Schouten werd derde. Uit Tilburg heeft de race van de 750cc klasse gewonnen. Weliswaar gelukte het Armin C. te Brunsum in de zesde ronde de kop te nemen, maar door een defect accukabeltje moest Armin C. zijn leidende positie prijsgeven. Willems bereikte in tweede positie de finish voor Jan Berends.
de zijspannen wist de Draaisma Nauta weer de leiding te nemen. Van Draaisma was sneller. Voor Swinne Moors was een goede derde plaats weggelegd voor Prins Smulders.